In Utrecht, nabij het Merwedekanaal en het park Oog en Al, wordt een modern wooncomplex gebouwd. Meesters buiten. Kozijnen worden in eigen beheer gemaakt. Lijm erop. En vastschroeven. Als de twee diagonale metingen even lang zijn, is het kozijn rechthoekig. Die sporen? Ja, dan kan die uit de haak gaan tijdens vervoer. Ook is voor het vervoer? Ja, als je altijd de plaats vast staat, dan moet dan die weg. Kijk, dan even de laatste paar pakken. Veiligheid boven alles. Dus vasthaken. De schroefdraad vrijmaken voor het later vastzetten van de balkons. De leverancier hiervan komt binnenkort opmeten. Parkzijde van de parkappartement. Bouwen kan niet zonder onderaannemers. Ze vertellen trots over hun werk. Er zijn stelkozijnen zitten. En dan komt het kunststofkozijn in te zitten, zeg maar. Oh ja, ja, ja. En hier op deze regels die je ziet, daar komt het kunststof op vast te zitten. Ja. Hier komt isolatie tegen. Onderin komt eerst een laag iton, ja. Gasbeton. Daar komt een flap overheen te zitten. En dit wordt allemaal dicht geïsoleerd. Wij zijn aan het maatvoeren. Maar jullie gaan iets maken hier. Wat ligt hier op de grond? Geveldraders. Er komt een gevendrager is er voor het metselwerk, het gevelwerk. En het metselwerk mag niet rusten op deze vloer van de kelder. Dus vandaar dat er geveldragers worden gesteld en geplaatst. Ja. Waardoor je dus van deze vloer vrij bent. Ja. Daar het metselwerk op en zo ja, komt die hele gevel. We komen hier afhangen. Die komen er anders hangen op hun juiste hoogte. Ze komen vrij van de vloer, zo. En dan komt daar het metselwerk dus op. En dan houden de geveldragers. Houden dan de gevel. Snap je? Als gewicht. Ja. Kom maar. Er komt nog een loodslabber. Die komt hier over de geveldragers heen. En die hangt dan hier in je geveldrager. Dan het metselwerk. Dus dan is dat. Theoretisch is dat dan dicht. En hieronder harde isolatie om die slabben goed op zijn plek te houden. Die schuinte. Dat als er vochtwater is, dat het zo via de geveldrager zo naar buiten weer loopt. Ja. Dat is de essentie. Dit is dus het zogenaamde kalkzandsteenblok lijmen. Dus voor de binnenwanden en dan komt hier de ankers liggen erin, dan komt de isolatie tegenaan. En daar komt het buitenwerk, het gevelwerk weer langs heen. We zijn aan het luchtdicht maken van de kozijn, de aansluiting van de muur en de kozijn wordt afgeplakt en het is straks luchtdicht. Luchtdicht heet dat tegenwoordig, ja. Hè? Luchtdicht bouwen. Is dat een nieuwe kreet? Zo kun je het wel zeggen, ja.
De aansluiting is dan dicht en er komt isolatie voor langs. En dan is hij toch vrij, zeg maar. We zijn nu de beugel op te maken voor de droge blusleiding, voor de brandweer. Dus zodat die niet naar beneden valt, hè? Dan kan de brandweer buiten de auto erop zetten en dan pompen ze water in het systeem. En dan kunnen ze overal in het hele gebouw, hoeven ze alleen maar de slang erin te prikken. Oh, ja. En dan hoeven ze de slang niet uit te rollen. Ja, ja. Okay. Leuke mensen, bouwvakkers.